Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de Tour de France 2025 routereactie. Het is, en het lijkt nog wel heel erg ver weg, dat is natuurlijk ook zo, maar gisteren werd in Parijs de route gepresenteerd door Tour-directeur Christian Gredon. De Grand Depart zal dit jaar in Lille zijn op een zaterdag 5 juli. En de tour eindigt op een zondag 27 juli, na 21 etappes. En 3320 kilometer. Die, volgende jaar, die kilometers vinden volgend jaar allemaal plaats. Op Franse grondge grondgebied, dat is de laatste jaren niet vaker voorgekomen. Bijna niet volgens mij. En bijna de hele eerste weken speelt zich af in het noorden. En in uh, Bretagne met de sprintetappes. Vlakke, uh, vlakke etappes, uh, dat is hetzelfde trouwens. Puncture etappes en een tijdrit. Vergeleken met vorig jaar is dit anders. Maar dit jaar zijn er slechts twee etappes in het Centraal Massief. Die plaatsvinden aan het einde... Van de eerste week, waar iets speciaals mee is gebeurd. Daar ga ik zo verder als ik uh, alle etappes uh, ga analyseren. De tweede week brengt ons naar de Pyreneeën met drie bergop aankomsten. Waarvan één een klimtijdrit is. Die eindigt op bovenop het uh, Altiport Piragude. De derde week is zoals zo vaak in de Alpen. Met onder andere de terugkeer van de Mont Ventoux. Dit jaar finish de Tour opnieuw in de Parijs op de Champs-Élysées. Wat uh, vorig jaar natuurlijk niet het geval was. De eerste etappe van deze Tour 2025 gaat van Lille Metropool naar Lille Metropool. Het is overwegend vlak en ondanks drie gecategoriseerde beklimmingen zal deze zeer waarschijnlijk eindigen in een massasprint. De laatste keer dat een sprinter op de eerste dag het geel mocht aantrekken was in 2020, dus het is wel weer tijd. Vind ik dat een sprinter het eerste geheel pakt. De etappe zelf zal waarschijnlijk geen blijvende herinnering worden. Maar het biedt wel gewoon een mooie kans dus voor die snelle mannen. Een sprintetappe zoals deze heeft vaak in het verleden ook wel geleid tot valpartijen door de chaos. En natuurlijk ook die extra motivatie om naast de etappe zegen ook de gele trui te, te bemachtigen. Om die reden ben ik dan ook geen hele grote fan van een sprintetappe op de eerste dag. Doordat die gele trui te bemachtigen is al op de eerste dag voor een sprinter. Ben ik heel erg benieuwd of sommige klassementsploegen daarom misschien een sprinter zullen meenemen. Niet alleen voor deze etappe. Maar toch wel ook weer een beetje natuurlijk omdat die gele trui voor het oprapen ligt. Ik denk dan bijvoorbeeld gelijk aan een Soudal Quickstep. Nemen zij Tim Melier mee de Europees kampioen. Ik zou zeggen waarom niet. Zeker dit jaar is Melier gewoon te goed om het thuis te laten voor die tour. Etappe 2 is een stukje langer, om precies te zijn: 210 kilometer. En gaat van low plan naar boulogne sur mer Hele etappe lang is heuvelachtig. En de finale bestaat uit een reeks steile helling met nog 9 kilometer te gaan. De Côte de saint étienne en 900 meter aan 11%, gevolgd door een steile klim van 800 meter aan 8,8% direct. Na de afdaling, de aanloop naar beide beklimmingen is heel erg smal en ook een 90 graden dode hoek naar rechts, wat er zorgt voor een extra gevechten om de posities vooraan in het peloton. Na deze klimmen volgt een dalend stuk van ongeveer 4 kilometer. Terwijl de laatste kilometer stijgt met 3,8% gemiddeld. Het belooft denk ik een etappe te worden. Met verschillende scenario's. Een aanval van klassemensrenners op de laatste of voorlaatste klim is zeker mogelijk. Omdat het stijl en toch ook wel lang genoeg is om verschillen te maken. En de finish daarna is ook niet heel erg ver meer. Toch verwacht ik dat het vooral de punchers en sprinters die heel goed kunnen klimmen. Hier een kans gaan maken op de overwinning. Meer een kans gaan maken op de overwinning. Denk dan aan renners als Giermaai, Pedersen, Philips en De Liep. Etappe 3 is 172 kilometer lang en gaat van Valenciennes naar Duinkerke vrijwel helemaal vlak. Met uitzondering van een klim van 2,3 kilometer aan 4,5 Zo'n 30 kilometer voor de finish is dat. Deze klim zou een tweede massasprint in principe niet in de weg moeten staan. Misschien wel potentiële waaiers in de laatste ongeveer 35 kilometer aangezien de weg recht. En erg open is. En dichter bij de kust ligt Als de winter goed staat. Zullen teams geheiten gaan proberen het peloton op de kanten te zetten? Zo niet, wordt dit waarschijnlijk de tweede massasprint. Etappe 4 is dan weer een heuvelachtige rit van Amiens in het noorden naar de Normandische stad Rouen in het zuidwesten. De route heeft in totaal iets meer dan 2000 hoogtemeters. Best veel voor een heuvelachtige etappe. Waarvan het een merendeel zich opnieuw in de finale bevindt. Met nog 20 kilometer te gaan, begint de klim van 900 meter aan 7,2% gemiddeld. Gevolgd door een klim van 1800 meter aan 5%. En daarna de zwaarste van de drie, de Rampée de Saint-Hilaire. Op 4,5 kilometer van de finish. 900 meter is die klim aan 10% gemiddeld. Na de top van deze klim loopt het nog omhoog. Vals vlak is dat dan voor ongeveer 2 kilometer. Gevolgd door een afdaling. En de laatste. Kilometer stijgde van met zo'n zone 5, 6 procent. En de laatste 400 meter zijn dan weer compleet vlak en lichtjes in lijn, Net als in de tweede etappe kan deze etappe, denk ik, ook gewoon weer meerdere kanten op gaan. klasse die iets willen proberen, denk aan een Pokaatja Punchers. Zoals van de Poel maken. Hier, denk ik, ook een hele goede kans in deze etappe. Maar het zou ook net zo goed kunnen eindigen, denk ik, in een uitgedunde sprint. In dat geval. Zullen, veel, uh, zullen de veelzijdige schrinders die op de beklimmingen eerst moeten overleven om dan te gaan sprinten voor de overwinning. Naar welk type renner deze etappe ook gaat, wat op dit moment lastig te voorspellen is. Ik vind het sowieso leuk dat we weer een aantal punch-etappes in de tour gaan zien volgend jaar. Ik heb ze voor, eh, vorig jaar zeg ik dan, ik heb ze dit jaar, moet ik zeggen, heel erg gemist. En vaak gebeurt er altijd gewoon iets onvoorspelbaars in de finale. Als het nou op de klimming is, of daarna als weer een groepje bij elkaar komt. Die gaan bij elkaar kijken. Waardoor iemand dan weer op een valvlakstuk of in de afdaling net naar de top weet weg te sluipen. De vijfde etappe is een tijdrit in Kaan. Deze keer is de tijdrit vrij vroeg al op dag 5 in de eerste week. Afstand is 33 kilometer lang en vrijwel volledig vlak... met slechts hier en daar wat hoogtemeters vlakker dan dit. Zul je de tijdrit in een grote ronde nauwelijks gaan vinden op papier... zou Remco Evenebol de beste moeten zijn van de klasse mensrenners... als hij de schade dan weet te beperken in die eerste vier etappes. Vooral tegen Boccaccia die ongetwijfeld iets in etappe 2 en of 4 gaat proberen. Dan is de kans zo groot dat Remco even een bol naar deze etappe het geel om zijn schouders heeft. Verder is deze tijd er natuurlijk ook op het lijf geschreven van de echte specialisten als Ganna, Darling en Van Aert. Etappe 6 is opnieuw een kans voor de punters met een route van Bayeux naar Vier Normandie. Voor de overwinning in deze etappe kijk ik echt vooral naar de punters en klassementrenners, omdat het parcours... Continu op en af gaat met in totaal zeven gecatalyseerde beklimmingen. Wat het voor de sprintersploegen, ten eerste, heel erg lastig maakt om de koersen te controleren. En als ik zo die finale zie, lijkt het mij ook niet heel erg geschikt voor de veelzijdige sprinters. Aangezien de op zes kilometer van de finish. Een klimlichte van 1200 meter aan 7,2%. Met ook stijdere secties rond de 10 à 12%. Na een afdaling en een vlakke kilometer volgt een pittig einde van de 700 meter aan gemiddeld 10,2%. Met uitschieters tot de 14%. Dus een sprinter zou echt een hele, hele goede dag moeten hebben om voor de overwinningen mee te kunnen doen in deze etappe. Na drie jaar afwezigheid is de Muur de Bretagne terug in de Tour. Mathieu van der Poel won er de laatste keer toen hij zowel op de eerste als op de tweede beklimming aanviel. Volgend jaar wordt de Muur de Bretagne opnieuw twee keer beklommen, eerst op 17 kilometer van de finish en dan als de slotklim natuurlijk in de laatste 2 kilometer. Het gemiddelde stijgingspercentage is 6,9%, waarbij vooral de eerste kilometer staat is met stukken tot 15%. Eigenlijk is het voor een kilometer de hele tijd tussen de 12 en de 15%. Daarna vlakt het echt wel een flink af, 5-6% ongeveer. En deze etappe is gewoon ideaal voor de puntjes en de klasse mensen. Renners vooral door die steile kilometers en ook uh, als je kijkt naar het verleden, alle aankomsten op de muur Bretagne, zijn het vaak toch echt wel de punchers geweest en de klassemensrenners die daar uh, meededen voor de overwinning. Sprinters zoals Philipsen, Guillemay de Lee, om hem maar een paar te noemen, zullen hier denk ik absoluut niet mee gaan doen voor de overwinning, aangezien het gewoon te snel is en de twee dagen daarna voor hun heel erg belangrijk zijn. De achtste etappe naar Laval over 174 kilometer is namelijk grotendeels vlak, waardoor de kans natuurlijk zeer groot is op een massasprint. De laatste kilometer loopt nog wel lichtjes omhoog, wat renners als Girmay van A.P. Dus Philipsen en De Lee gewoon iets meer vooroordeel geeft ten opzichte van pure sprinters zoals de Bennett Malier. Etappe 9 dan belooft opnieuw een massasprint te gaan worden. Na 170 kilometer in Chatarou, waar Kevin is al drie keer gewonnen heeft. En als hij nog een jaar doorga doorgaat waar hij zelf nog niet over uit is, geef ik hem de grootste kans om deze etappe te winnen. Normaal gesproken volgt er na deze etappe etappe 9 altijd de eerste rustdag. Maar omdat deze rustdag op 14 juli valt, op de maandag de Franse feestdag moet er natuurlijk wel een etappe worden gereden op die Franse feestdag. De organisatie heeft daarom een etappe uitgetekend met zeven gecategoriseerde beklimmingen, en 4.400 meter geklimmen. Dit is pas de eerste etappe en dat is ook wel tussen aanhalingstekens. Want als je heel eerlijk bent, zijn alle beklimmingen meer heuvels dan bergen. Het zit er een beetje tussenin, tussen heuvels en echte bergen. Maar met meer dan 4.000 hoogtemeters, bijna 4.500 hoogtemeters, geen hersteltijd... Tussen de beklimming maakt dit de absoluut de zwaarste etappe van de eerste week. Vooral omdat deze etappe aan het einde van een verlengde eerste week komt. De moeilijkste klim van deze etappe is toch wel de laatste, de Mont Dore-Puy de, -de Sancy, met een klim van 3,3 kilometer. En een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Deze klim is vrij regelmatig met een stuk van 12%. Maar het merendeel van de klim heeft een stijging van 8%. Voor de klasse is het denk ik gewoon een hele lastige etappe om te controleren. Dus ik denk dat de kans groter is dat deze etappe naar de vluchters gaat. dan naar klassementsrenners mensrenners die al geheid. ...elkaar in deze etappe zullen gaan testen... ...en zullen ongetwijfeld gewoon verschillen ontstaan... ...tussen de klasse Ik vind zelf dat er in deze tien dagen... ...voldoende balans is tussen wat saaie sprintetappes... De puncher etappes, waarin ook potentiële strijd voor de klassementen kan plaatsvinden. Gecombineerd dan met die tiende etappe. Vooral die puncher etappes kunnen op verschillende manieren echt best wel interessant worden. Ik denk niet dat dat hele saaie etappes gaan worden. Misschien één of twee waar je tussen zet van: ja, was dat nou de moeite waard om het zo maar te zeggen. Maar ik denk, merendeel gaat echt wel heel erg interessant worden. Dat gevoel heb ik vooral door het ontwerp van die etappes. En na 2024, waarin de de race domineerde, moet de strijd dan ook niet te, te vroeg beslist gaan worden, natuurlijk. En als er ergens in die eerste week al een bergetappe met loodzware beklimmingen 5000 hoogte meter zou zijn, kan de race inderdaad vroeg beslist gaan worden. Als de verhoudingen ving ik aan, prokaas hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde zijn volgend jaar als dit jaar. Dat wil je dus ook niet. Om die reden vind ik het ook heel erg goed dat de bergetappes pas later in de toeren volgen. En dat, die, dat we in die eerste weken leuke, interessante putschetappes hebben. Na de rustdag is er weer een kans voor de sprinters in Toulouse. 14 kilometer voor de finish zijn er echter wel twee klimmetjes. Een van 1,5 kilometer aan 6,7% gemiddeld en één van 900 meter 9%. Heel misschien zullen deze klimmen een kleine rol gaan spelen. Maar ze zijn ook weer zo kort dat dit eigenlijk wel moet uitmonden in een massasprint met alle sprinters erbij. Etappe 12 is de eerste etappe die plaatsvindt in de Pyreneeën en is met 181 kilometer de eerste echte bergetappe. De eerste 120 kilometer vind ik wel jammer dat er geen klimmetje aan het begin is, zijn nagenoegen vlak, dus die eerste 120 kilometer. Daarna beklimmen de renners de Col du Zoulor, 11,9 kilometer, 7,3 procent gemiddeld. Dat is met nog 47 kilometer gaan Na de afdaling van die Col du Souleau, volgt onmiddellijk een kleinere klim. De Col de Bordères, 3,3 kilometer aan 7,6 procent. Vervolgens dalen ze af in de vallei en beginnen ze aan de Autocan. 13,6 kilometer aan 7,8 procent. Dit is de plek waar Vinia Pocatia in 2022 losliep. Maar in die etappe. Die etappe had daarvoor ook twee hele zware beklimmen. De Obisque en de Spandel. Die gewoon dus veel zwaarder zijn dan de Soudoor en de Borderes. Ik denk daarom dat deze etappe iets beter past bij Pocatia. Dan vind ik aan. Dag 13 is een korte etappe met een heel groot potentieel om grote verschillen te maken. Deze bergopwaartse tijdrit eindigt op het steile Altipoort de Piragude. Pocatia won daar. In 2022 na een sprint tegen Vingar en Bardet. Onder andere tegen Oran en uh, Aru. Het begin van de bergtijdrit is nog vlak voor de eerste 3 kilometer. Daarna volgende klim van 8 kilometer aan gemiddeld 8%. Maar de laatste kilometer ligt ver boven de 12%. Met ook een stukken uitschieters tot de 16%. Ik verwacht dat renners zullen beginnen op de tijdritfiets. En aan de voet van de klimmen zullen wisselen naar een wegfiets. Het is gewoon veel te stel om die hele klimmen met de tijdritfiets te gaan doen. En als je begint op de wegfiets, dan ga je gewoon veel te veel tijd te verliezen. Daarom zal elk team ervoor gaan kiezen om dus eerst met die tijdritfiets te starten. Daarna te wisselen en vervolgens de wegfietsen te gebruiken. Ik denk dat het tussen Pocaccia... En vingeraar heel dicht bij elkaar kan liggen. Wie deze klimtijdrit gaat winnen. Even de pols zie ik hier gemakkelijk een kleine minuut verliezen. Omdat hij bergop gewoon minder is dan Pokaartja en vingeraar. En hetzelfde geldt ook voor Roglic en andere klasmensrenners. Die gaan hier waarschijnlijk een meer dan anderhalve minuut verliezen. Etappe 14, start in Po. Het is een stad die elk jaar wel bijna wordt gebouwd in de tour als startplaat of als finishplaat. En eindigt op een Superbanieres. Na eerst 70 kilometer valsvlak, volgen er vier beklimmingen. Met natuurlijk een afdaling naar elke klim. Maar zonder echte valleien ertussen. De reeks van de vier... Zeer moeilijke beklimmingen begint met de Tourmalet via Luz Sauveur. 19 km aan 7,4% gevolgd door de Colde Asper, 5 km aan 7,6%. Dan Pirgoede, 7,1 km aan 7,8%. En tenslotte de slotklim Super Banieres, 12,4 km aan 7,5%. Wat in totaal. 4.950 hoogtemeters oplevert. Mijn gevoel zegt dat dit terrein meer geschikt is voor Jonas gezien de herhaling van de beklimmingen. Maar ook Pocaccia kan hier natuurlijk gewoon goed uit te voeten nadat we, na wat we dit jaar natuurlijk van hem hebben gezien. Etappe 15 gaat van Muret naar Carcassonne, 169 kilometer met toch de nodige hoogte, namelijk 2400. En zijn ook meerdere heuvels. En in de laatste 80 kilometer zijn er twee beklimmers die een rol kunnen gaan spelen. De eerste is 11,5 kilometer, 5,5% gevolgd door een wat op en af, en daarna naar de Col de Fonte Bruno. Van 3,8 kilometer aan 3,8 procent. Het kan niet anders dat dit een etappe gaat worden voor de aanvallers. Die gaan deze etappe winnen. Geen enkel team van het klassement zal deze, zal deze etappe gaan controleren. En ook die beklimmingen gaan controleren. Omdat de de klassementsrenners de hier gewoon geen tijdwinsten kunnen behalen. Bovendien volgt er na de laatste klim een afdaling van ruime 40 kilometer en de dag daarna is gewoon veel belangrijker voor het klassement. Dat is etappe 16, die start. In Montpellier en volledig vlak is buiten de laatste 15,7 kilometer. Want dan draait de kale berg op de mof en toe. Gemiddelde stijgingspercentage heeft die klimmen tegen de 8,8%. Ik denk een hele interessante finale dat we kunnen gaan zien op die mof en toe. Want daarvoor zal het niet heel veel spannend gaan worden met die redelijk vlakke aanlopenfase. Vingeraar heeft Boccaccia. Alle keren gelost in de Tour de France 2021 was dat volgens mij op deze klim. Maar toen hadden we ook een hele andere etappe met de twee maal de Mont Tour in En dan daarvoor nog een klim van de eerste categorie. In etappe 17 is het denk ik opnieuw de beurt aan de sprinters. Want we bevinden ons in de Alpen. Dus het parcours is zeker niet de volledige vlak. Als je kijkt naar de laatste twee beklimmingen, twee gecategoriseerde beklimmingen. Van 5,7 km aan 3,3% gemiddeld en 4,3 km aan 3,9% gemiddeld zou dat een sprinter absoluut niet moeten afschrikken. De enige zorg is wel dat zo'n derde week altijd veel renners in de vlug gaan. Veel teams kiezen daar dan voor. Waardoor het er voor de sprintersploeg, sprintersploegen lastiger kan zijn om een sterke groep aanvallers onder de controle te houden. Etappe 18 is naar mijn mening de koninginnenrind van Vivna, Col de la Loze, met een afstand van 171 km. Het begint met een valse vlakke start, gevolgd door de beklimming van de Col du Clandon. 21,7 km aan 5,1 procent. Maar er zitten echt meerdere stukken van boven de 10 in. Dus een eigenlijk een fake nieuwse klim om het zo maar te noemen. direct na de afdalingen volgt de Col de, uh, Col de Madeleine aan 19,2 kilometer. Ook weer een hele lange klim aan 7,9 gemiddeld. Dat is echt misschien wel de zwaarste klim uit deze Tour. Zo niet de zwaarste klim... Uh, in deze etappe. En na een korte valsvlak van Leijen Begint de Cold Loos. Die 26,5 kilometer is. En een gemiddeld stijgingpercentage van 6,5% heeft. Dit keer wordt de gemakkelijkere kant tussen aanhalingstekens beklommen. Want het is nog steeds uh, niet zo uh, makkelijk. Maar er zijn toch wel uh, meerdere stukken. die echt wel de 5-6% zijn. Er is zelfs een 8-kilometer stuk. Een beetje in het uh, laatste deel. Dat gewoon de hele tijd uh, 5 is, maar er zijn ook weer stukken en dat is met name de laatste 3 à 4 kilometer die allemaal boven de 11% zijn. In totaal zijn er 5500 hoogtemeters te overwinnen in deze etappe en alle beklimmingen liggen rond de 2000 meter hoogte. Etappe 19 is kort, slechts 130 kilometer, maar wel zeer bergachtig. Het is vanaf het begin gewoon een klimmet met vijf alpine beklimmingen, waaronder de finish op de top van La Plagne, waarvan de zwaarste... De Col de Sessie is uh, in deze etappe 13,7 kilometer aan 6,4%. De Col du Pré 2,6 kilometer 7% 7,7%. Uh, en de slotklim is uh, 19 kilometer 7%. Allemaal goed voor 4.600 meter klimmen. En dit is dan ook de de gelijk de laatste kans om te proberen op te schuiven in het klasbord. Etappe 20 is namelijk de laatste kansen voor de aanvallers. Het parcours is de hele dag op en af met heuvels van de Nantua naar Pontarlier. Je weet het nooit natuurlijk als het klassement nog niet beslist is, kunnen we nog altijd de aanvallen verwachten van de klasse mensen. mannen, maar echt na nou, die zware etappes nummer 18 en 19 zal het klassement zeer hoogstwaarschijnlijk wel beslist zijn. Dus dan is deze etappe 100% voor de aanvallers die nog wat in de tank hebben en Etappe 21. Vorig jaar was er natuurlijk een tijdrit in Nice, niet in Parijs. Geen ceremonie etappe op de Champs-Élysées doordat de Olympische Spelen daar natuurlijk werden gehouden. Dit jaar geen Olympische Spelen, dus is de Etappe 21 helemaal in Parijs, de ceremonie etappe op de Champs-Élysées waar we natuurlijk ook weer een massasprint aan het einde kunnen verwachten. Over het algemeen heb ik een zeer goede indrukken van het parcours. Ik heb nog niet alles echt in de detail bekeken. Maar als ik zo alle etappes langs ben gegaan, de percentages, de hoogtemeters, waar zitten de bergetappes allemaal in het parcours, heb ik echt wel een goed gevoel over deze tour en het parcours. Dus er zijn gewoon veel afwisselingen tussen sprint, putschuur en bergetappes. Iets wat mist. Is dat er geen bergetappe eindigt met een afdaling? Ik vind dat ook wel goed. Ik denk dat ze dat vooral hebben gedaan vanwege wat er dit jaar en vorig jaar is gebeurd in de afdalingen. Het enige wat ik graag had gezien is dat de bergetappes iets langer waren geweest. Zoals etappe 19 is slechts 130 kilometer. Had daar misschien 170, 180 van gemaakt. Of andere bergetappes zijn ook. Rij kort tussen aanhalingstekens. Ik had het graag gezien als we een beetje rond de 200 kilometer of erover waren. Dan ga je toch meer grote verschillen zien. En misschien een betere strijden Aan de andere kant. Is dat ook misschien niet te goed voor de strijd? Stel Bokaatja heeft het dezelfde niveau. Ga je nog grotere verschillen zien. Misschien zijn er ook wat te weinig tijd in het kilometer. Ik vind het zelf van niet. Ik vind het wel genoeg. Even een Poel. Die denkt daar denk ik wel anders over. Die had er graag meer gevuld. Maar ik vind de balans gewoon goed. En ik juich de, de terugkeer van de Putser etappes zeer toe. Maakt het ook leuk dat er uh, verschillende winnaars zijn. Misschien dat de punch-etappes bijna allemaal gewonnen gaan worden door de veelzijdige sprinters. Dus kan natuurlijk. Maar ik hoop dat uh, de renners. Uh... Daar gewoon een hele leuke strijd van gemaakt. in die puncher Dat we daar misschien verrassende winnaars kunnen gaan zien. En ook de punchers, de puncher als Anne-Fliep, Hershey, Stephen Williams, noemen we allemaal op. Die hebben de afgelopen twee jaar in de toer wat weinig kans gekregen. En die krijgen nu, uiteraard, in die eerste weken. veel kansen om een etappe te winnen. Uiteindelijk hangt het natuurlijk echter ook sterk af van de renners. in welke vorm. Gaan de twee beste mensrenners van dit moment aan de start van deze Tour verschijnen. Een Visma-team in topvorm en een in topvorm fitte Jonas Vingegaard. Kan het Pocaccia en UAE echt wel lastig gaan maken deze Tour? Dat denk ik echt wel. Ik hoop gewoon dat er in de voorbereiding niks gaat gebeuren. Dat Pocaccia, Vingegaard, alle ploegen, Evenepoel, Roky... Allemaal gewoon in hun beste vorm aan de starten zullen verschijnen volgend jaar van de Tour. Want dan... Is het denk ik echt heel erg leuk? Dan kan het heel erg leuk gaan worden. Er zijn delen van het parcours ook waar Pocatia het verschil kan maken, vind ik. Maar ook plekken waar een vinger juist de Pocatia weer pijn kan doen. Want beklimmingen in dit parcours zijn er voor een vingerherinnering om op terug te kijken. Goede herinneringen, zoals Autokam, Montvendu, uh, Collè La Loze natuurlijk ook. Terwijl de Pocatia daar uh, niet dezelfde ervaring heeft. Maar het is ook nu. Heel erg vroeg nog om conclusies te gaan trekken over wie de favoriet is. Het laatste wat ik ga bespreken is over een stukje indeling van de etappes. Ik vind het zelf niet heel erg erg, maar het valt wel op: gewoon dat er bijna alle bergetappes buiten het weekend plaatsvinden, wat jammer is voor de mensen die alleen in het weekend kijken of alleen pas in kunnen schakelen in het de laatste uren door de week zodat ze moeten werken. Het is op voorhand echt wel vermeld natuurlijk, want ze hebben het er bewust juist gedaan om extreme drukte te voorkomen op de klimmen met al die supporters. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze route reactie op de Tour de France 2025. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zo ja, vergeet dan zeker even niet om een duimpje omhoog achter te laten. Ook niet om hier beneden te abonneren. Laat zeker even weten een reactie achter wat jij van het parcours vindt. Is het goed? Is het slecht? Wat jij voor een cijfer geeft? Ik geef het zelf een 8. Dat het gewoon puur op basis van het hele parcours, de puncher etappes, noem het allemaal op. Wat ik dus net kort heb toegelicht. Maar voor nu, bedankt voor het kijken, voor het luisteren naar deze video. Ik denk morgen of overmorgen, sowieso deze week, komt een goede reactie nog online op de Tour de France FEM. Gisteren is die namelijk ook bekendgemaakt in Parijs. Voor nu, bedankt voor het kijken, voor het luisteren nogmaals. En ik zie jullie heel graag terug bij de volgende video. Later.